Sjaak Zwart, Simon Taamata, John van het Schip en Dennis Bergkamp waren enkele van de grote namen die het afgelopen weekeinde tegen oudspelers van het Franse Nice uitkwamen. Een wedstrijd ter nagedachtenis van Dick van Dijk, een speler van onder meer het grote Ajax en van Nice. De aanvaller overleed 20 jaar geleden op 51-jarige leeftijd. Van Dijk scoorde in 3 seizoenen Ajax 59 doelpunten. Zijn belangrijkste was op Wembley in 1971 tijdens de Europacup finale tegen Panathinaikos. Hij is er buitenom, zeer goed. Prachtig ingeschat, deze doelpunt. Ja, ja. Een doelpunt van Dick van Dijk op een voorzet van... Vlak na zijn overlijden in 1997 kwamen de spelers van het grote Ajax voor het eerst sinds de jaren 70 weer bij elkaar voor de Dick van Dijk Memorial. Johan Cruijff en Piet Keizer stonden na 24 jaar weer samen in de aanval. 20 jaar later nam Sjaak Zwart het initiatief voor een nieuwe editie van de Dick van Dijk Memorial. Goed, Sjaak. Wat is jouw herinnering aan Dick van Dijk? Nou, dat het een geweldig persoon was. Een ontzettend goede vriend van me. Ik ben ook een paar keer daar geweest in Nice. Heel leuk contact altijd. En helaas is hij heel vroeg overleden, Dick. En nu is ook de oudste dochter en de moeder overleden. Dus de jongste dochter had mij gebeld of we misschien iets konden doen als het 20-jarige leden is dat hij overleden is. Of we daar een wedstrijdje voor konden regelen tegen Nice, oud Nice. Ja, daar was ik meteen voor. En ik heb er alles aan gedaan, een paar sponsors geregeld, Ajax doet er mee. En dus hebben we die wedstrijd voor elkaar en dat ze hier een dagje lekker zijn. Complètement spécial, c'est en l'honneur de Dick van Dijk. Qui a participé dans les deux clubs et c'était vraiment avec grand plaisir qu'on vient rendre cet hommage à Dick qui a été un joueur majeur de l'OGC Nice dans son temps. Et voilà, donc on est tous contents d'être là réunis cet après-midi. En het plezier spatte er bij alle spelers vanaf, vooral bij één van hem, Dennis Bergkamp. Prachtig zoals hij de tegenstander wegzet en dan even de voeten die hier stonden. Aristeos en het is zowel raak. Bergkamp. Helaas moest grootmeester Dennis Bergkamp vanwege een spierblessure voortijdig het veld verlaten. Natuurlijk met applaus van het publiek. Bij een 3-2 stand ging Lucky Ajax op jacht naar een vierde treffer met John Bosman. Richard Witsche. Mooi voorzet op het hoofd van Bosman, schitterend ingekopt. Maar de vlag ging omhoog, buitenspel. Maar was dat wel zo? De situatie van boven, Witsche nu. En dan zien we dat Bosman niet buitenspel staat. Garisteus wel, maar die komt niet aan de bal. Onterecht afgekeurd, jammer voor Bosman. En dan Angelos Garisteus uit de draai, op de paal. Het bleef bij 3-2. Een grote winnaar was het publiek. Na afloop van de Dick van Dijk Memorial. Het was genieten af en toe. Ja, af en toe. Als je Bergkamp dan weer de goals scoren en alles. Het waren een paar leuke combinaties bij. En, ze kunnen allemaal voetballen natuurlijk. De jongens hebben allemaal in het eerste gestaan. En, voetballen verleer je niet. Alleen het lopen wordt wat minder. Ik vind het zo mooi dat ik dat heb kunnen doen. Voor dochter Martita en zoon Dick junior. En het was een hele leuke wedstrijd volgens mij. En wat aan publiek was, die hebben genoten. Sta je voor trots kinderen? Ja, super trots. Iedereen was super onder de indruk van Bergkamp en Sjaak Zwart.
Ja, het is gewoon sterren, altijd. En ze spelen nog supergoed. De competitie zat er wel in, hè? Ze wilden wel winnen, dus ja, waarom niet? Ja. Dick van Dijk is nog steeds niet vergeten. Nee, nooit. Kan niet. Mooi aanvallend voetbal, mooie goals in de geest van Dick van Dijk. Ja, zeker. En ik denk dat hij meegekeken heeft, Dickie. En ik gun het hem van harte, want hij was een moordgozer. Echt een vriend. Hij gaat buitenom en zet scherp voor. En daar is Van Dijk en die kop schitterend in. Een juweel van een goal. En op het ideale moment in de vierde, vijfde minuut van deze wedstrijd. Een geweldige ruggensteun voor Ajax. 1-0, Dick van Dijk.